Ik ben zo kwijt dat ik in Schoutvoort ben. Die steen dan immer touw is goed. Dames en heren, goedenavond. Vanavond het verhaal van Thijs Hartensveld. Overdag is hij een rustige jongen, welke bij het lokale fruitkot bestellingen rondbrengt. 'S Avonds ontpopt hij zich tot heuse DJ. Onder het pseudoniem Tigerheart laat hij een menig danshart sneller kloppen. Zijn hit No Sleep druint tot in de vroege uurtjes in de oren van nietsvermoedende bezoekers in lokale dansing het Zotte Kot. Zijn muziek is niet voor een ieder weggelegd. Maar zoals in alle facetten van Thijs zijn leven, bestaat hij ook hier uit twee uitersten. 'S Nachts boenzende hardstyle, overdag smeuïge slagers. Na sluiting keert hij huiswaarts om terug te transformeren naar Thijs. Een rustige jonge heer van 20 jaar oud. En laat hij geen kans onbenut zijn vriendin Nomi te verwennen. De spaarzame tijd buiten de studio, dansing of frietkot spendeert hij op het voetbalveld. Alhoewel zijn voetbalkunsten van een niet mager niveau zijn, is er slechts één sport die de tijger in Tigerheart losmaakt: het boksen. And gentlemen, fighting in the left corner for the Geekers guys. This evening, weighing in at 80 kilograms, can I have your attention and applause for Thijs, the Tiger Heart, Hartensveld. In the left corner, Bovel, the party animal van de Vos. Yeah.
Step into the middle. Houd het netjes. Erover. Ja, ja, kom. Oh, ho, 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 ho. Hey, hallo. Ik wil niet zeker niet echt niet op de boel houden, hè. Stel dat je knuffelen. Man, man, man. Zijn hier immers gehaktbal? Ja, la, la. Deze mode snack point en schrallen, ja la, gehaktbal. Tot ik je in de groenten la en ziet alleen de blijtjes slaan. Ja la la la, gehaktbal. De opzienbaas die kat geen platte heeft een zware nacht gehad. Ja la la la, gehaktbal. Hé hey, je slimme Chinees, waar staat niet op dat gehaktvlees? La la la, gehaktbal. Maar shit, omdat er niet veel plek in zit. La ja, la la la, gehaktbal. Hakken wilt er in de buurt liefst op zien, hakken schoon. La ja, la la la, gehaktbal. Hoi, la la la, la la la, la la la, gehaktbal. Hey. La 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 la. Een toch maak je het op de hak? Dat is het niet. Dat doe allemaal. La 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 la. Zo is het dan. Kom eens hier. Want nu denkt ze dat ze er best. Maar verzin er nog niet, want nu heb ik eigenlijk het allerbelangrijkste. En dan moeten we even de drumstilver aan de kant zetten. Nee, het allerbelangrijkste kun je doen. Want de best was oud prins en ze is aangekleed door oud prinsen. Nee, dat is ze nog niet. Dat heeft er niet. En als ze de inauguratie hebt gehad. En vanavond is het, ieder jaar is dat natuurlijk heel speciaal als we de inauguratie doen, maar dit jaar is het extra speciaal. Want normaal gesproken is het protocol, is het traditie, dat onze, hey Kenny, hey, dat onze voorzitter dat deed. Maar in dit geval, speciaal voor dich, ga je de bieken doen. En de bieken heeft gezegd, dus mijn laatste jaar en daarom wil ik de inauguratie doen. Maar daar wil je hem niet aan houden. Dan mag ze volgend jaar ook doen, het jaar daarna ook. In ieder geval de oude generatie gaat onze inauguratie doen. Doe eens veilig. Dan vraag ik Ger, Biedermars is opmars. Voor de oude prinsen en vraag ik president Deven mag de bord komen spelen.
ze vast niet hoe ook vast te pakken. Moest ze nog dikken ook vastpakken. Eerst zullen we tegen ze even vragen. De hubs op de receptie hebben ze een aapmedaille gekregen. Dat wil zeggen aspirant, oud prins. En dit jaar, nu moesten die ondergaaf geven. Helaas, maar het zal moeten. Ik zal ze niet afpakken. Even wachten. Even wachten. Jawel, ik krijg de microfoon wel terug. Ik houd hem zelf vast. Ik weet niet of het door, maar het is wel een replica. Het origineel zit in het standbeeld verwerkt. Dat is niet erg, dat is ook het van de oude prinsen in het standbeeld verwerkt. Dat is even ook gewerkt, joh. Zoals Jordi al aankondigde, de voorzitter van ons, dat kleine dikke wat er staat, Frans. Daar zit al van vanmorgen 3 uur op de wc van de zenuwen. Hij zegt, want ik ken echt niet kallen. Ja, alleen maar stomkallen, maar dat willen we hier niet. En daarvoor heeft hij mij gevraagd voor hier de inauguratie te doen. Thijs, nu mag ze de punt van de vaas pakken. Thijs, de oud-prinsen van de Schootvoort, opgericht 25 november 1978, hebben in een zitting de data 11 januari 2019 geconstateerd dat Thijs Hartenvel zijn taken als prins Thijs van de Schootvoort in het vastelavondseizoen 2018-19 naar volle tevredenheid van al zijn onderdanen heeft volbracht. Daardoor voldeed hij aan alle eisen om toe te mogen treden tot de oud-prinsen Schootvoort. Hij heeft uitgesproken dat hij bijzonder groot is dat oud-prins te worden toegelaten. Daarom is het mij een grote eer om hem de inauguratiebelofte af te leggen. Thijs Hartenvel, belooft zich de doelstellingen van de oud-prins Schootvoort te respecteren en met volle inzet de geest van de vastelavond aan de Kloes en Gelijn Zuid weer te dragen, hoe is die antwoord daarop? Ja, dat beloof ik. Nu zal ik de prinsenketting worden omgehangen door de penningmeester van ons. Nee, pas altijd. Breng. Groet. Dat kan niet blijven staan. De beste niet alleen de hele goede penningmeester, de laatste goed op de centen van ons. Maar de mag ze ook het pochetje veranderen. En dan deze met geliefde groen sjaal de bier. Goed. Niks verdig. Voor alle prinsen verhebben ook nog een medaille. Of een spenstje, zo wie ze dat ook willen zeggen. Steht wel niet op het protocol. Maar de christelijke spenstje van de oude prinsen Schootvoort. Kenny, dat heb ze ook nog. Dit is de laatste taak van Kenny, deze avond, want dan moet dadelijk naar bed, want er wordt om 4 uur op voor te gaan werken. En als laatste verzoek ik president Dave om Thijs de vaan van de oude prinsen te overhandigen. Even met de vaan. Ja. Dan verklaar ik hierbij dat Thijs Hartenvel officieel lid is van de oud-prinsen Schootvoort onder de koninklijke naam oud-prins ten eerste. Oud-prins ten eerste. Alla. Oud-prinsen Schootvoort. Schootvoort.
weet niet of ze de tekst gekregen hebben en of ze geoefend hebben. Beste hè? Niet geoefend? Ik ken een gedeelte, maar ik heb niet bewust nog extra goed geoefend. Dan start Kevin, dan start nu een liedje van Oude Prinsen. Jij doet via de beamer. Oh, kan ze spieken. Van de Kloes, we zijn het Schoutvotke Winkloes. Mensen van de Kloes, we gaan muziek. Ik ben zo blij dat ik de Lüni ken, dat deed mij goed.